Wij zijn aangekomen in Jalheim. Als ik de naam goed uitspreek, weet ik niet. Dat maakt wel geen bal uit, denk ik. Nou. Origineel plekje. Stroom is erbij. Verder ook niks. Tegen de bosrand aan. En we hebben getwijfeld over België. Maar ja, we zijn wel in België. De Terpen hoort er niet bij, maar wat me zo opviel, hè. Dat is natuurlijk wel weer heel bijzonder. Zeg je zo in Meudeling. Het is een grote parkeerplaats aan het einde van een straat. En ja, het is in ieder geval mooi rustig. En dat viel me dus echt op. En deze mensen, hè. Ik heb er de hele morgen naar zitten kijken. Ik denk van, ze fietsen, ze schieten er niks mee op. Ik vind dat heel apart, hè. Heel bijzonder. Pop, pop. Goed, vuilnisemmer is er dan wel weer bij. En wat er ook nog bij is, maar dan moet je denk ik wat jonger zijn. Denk ik. Heel veel klimtoestand. In de bos met bekabeling kun je dat vastmaken. Dat doe je natuurlijk niet als je 60, 65 bent. Misschien een jaar of 30, 40 misschien nog wel. Maar ja, ik was er ook gek genoeg voor, wat ik zeg. Dus ze maken er ook niet zo heel veel. Het is een prachtig aangelegde omgeving. Nou, wat ook leuk is. Volgens mij, ik ben er niet bovenin geweest, maar volgens mij kun je daar eten of zo, denk ik. Ik zal niet weten wat het anders is. En er is een uitzicht over het water. Zal ik daar even naartoe lopen. Het is echt wel een leuke stek. Gewoon netjes onderhouden. Gewoon super, hè. We waren een beetje aan rein in Duitsland en was het allemaal nat. Dan zeiden we, nou ja, we twijfelen niet langer. We gaan naar België. En we hebben één geluk. Daar is het net zo nat. Dus dat is wel mooi. Zie je, als ik dat bord zo zie, voor mij, zo weet je dat gebouw volgens mij ook. Dus dan kun je daar eten en toestand bovenin. Op zich wel leuk bedacht natuurlijk. Zie, dat hoort bij elkaar dezelfde naam, zie ik nu. De camperplek op zich, ja, wij staan tussen de grote jongens. Daar vallen we bijna niet op, hè. Zie, tussen de grote campers, echte grote campers. En dat doe ik prima. Ik was even met een van die mensen aan de klets. En die zegt van ja, maar wij moeten altijd oppassen met de snelheid en al die dingen meer. Ik zeg, ja, maar ja, dat zijn natuurlijk vrachtwagens. Dan krijg je dat. Nou, dit is aan de parkeerplaats voor de personenauto's. Ik zal nog even daar naartoe lopen. Informatie heb je er ook alweer bij. En natuurlijk bijna overal. En het mooie is, de stroom. Wie zit aan de stroom? Er staan dus twee kleine campers, zoals wij dus hebben. En twee van die grote slagschepen. Niks mis mee hoor. Met die mensen ook niet, maar je kunt er een goed gesprek mee hebben. Maar die moeten de stroom hebben. Hè. En dat is natuurlijk wel weer apart. Zie je, de lift die gaat langs de buitenkant. Dus heel vreemd, misschien voor sommige mensen. Aan de andere kant toch ook wel weer heel mooi. Hè? Je kunt natuurlijk knap naar boven toe. Even kijken of ik hier wat kan laten zien van de klim. Zie je helemaal van die klimtoestanden. Het is allemaal... Dat kun je nog een beetje uitleggen, maar je wat wilt. Bonjour. De lift gaat weer. Ik zal de volgende weer ophalen, denk ik. Ik ben er niet in geweest, hè? Dus ik kan er niet zo heel veel van zeggen. Nou, hier heb je dus ook weer allemaal van klimtoestand. Ja, de gekste ding. Ja, dat is bijna onbegrijpelijk. Ze hebben soms fietsen zitten aan kabels. En dan kun je met die fietsen dus over die kabels of langs die kabels, ik weet niet hoe het zit. Ik heb zoiets van, zal me ook een worst wezen. Ik doe het toch niet. Zie, dit is dus eigenlijk het restaurant en alles. Wat ik net al zei, met dezelfde benaming als dit bord. Zo net. En dan is dit het hele grote gebouw. Echt een groot gebouw. Oh, alle keizers. Maar goed.
denk ook weer in de rug. De rug weer een beetje gestrekt. Nou, dit is wel weer een leuk uitzicht. Beneden. Zie, dat is natuurlijk wel weer leuk. Schoentjes mee en erop uit. En dit is een prachtige omgeving. Het is echt alweer een bijzonder plekje, toch? Al zeg ik het zelf. Dat moet ik elke keer zelf zeggen, hè? Een ander zegt het mij niet, dus ik moet zelf onderzoeken. En dat is ook de bedoeling dat jullie gaan doen, hè? Zelf onderzoeken. Ja, ik mag dit soort dingen wel, hè. Zal een keer terugdraaien zo. Een keer is hij dichterbij pikken, als dat kan. Dat pakt hij niet altijd, hè. De camera die wil niet altijd wat ik wil. Je kunt gewoon te voet langs heen lopen, maar je kunt er ook met de auto denk ik over, hè. Zijn wij nog niet geweest, maar ik denk wel dat het ergens mogelijk is, maar dan moet je van de andere kant komen. Ik denk dat het wel een skierplekje is, hè? Skierplekje? Oh, een mooi plekje. Nou, dat mag u zelf beoordelen als u gaat kijken, hè?